Welkom bij Mr. Ed. We gaan vandaag laten zien van Spiegelberg uit Duitsland. En dat zijn allemaal leuke artikeltjes voor Sinterklaas. Dus leuke cadeauartikeltjes. En hier is Tessa en die gaat jullie alle spulletjes even laten zien. We hebben hier zo'n klein potje en er zit een heel klein knuffeltje in. Ik zal het wel even laten zien. Dit is een kleine knuffeltje met een schortje om en we kunnen het gebruiken als sleutelhanger. We hebben hier een wekker. En we hebben hier een beker met een tuutje. Dit is een portemonnee, die wil ik zelf ook heel graag hebben. Hier zo hebben we een vakje waar je dingetjes in kan. En hier zo kan je dan je andere dingen in doen. Dit is een parapluutje en die kan je ook uitklappen, zo. Notitieboekje, hier zo kan je dingetjes tekenen en zo. En hier kan je dingen opschrijven. Dan hebben we hier een dagboek, die wil ik zelf ook heel graag hebben. En ik vind hem heel erg schattig. En hij heeft een codeslot. We hebben nog haarbanden, het zijn er twee. Eentje van bruin met wit. Eentje met roze met rode stippen. Dan hebben we hier leuke bekertjes van een paard. Die kant, die kant. Dan hebben we hier veulen en een paard. Dan hebben we hier nog een mok. Dan hebben we nog een etui. Zo! Nee, maar! Als we hem openmaken, kom je als eerste dit tegen. Dan heb je hier waar je spulletjes in kan stoppen. Hier kan je een pen doen. Zo, kan je spulletjes in doen, kleine spulletjes. Dan doen we deze weer dicht. Dan hebben we hier waar je pen in kan doen. En hier een heel handig ding. En die wil ik zelf ook heel graag hebben. Ik wil zoveel dingen hebben. Ik heb er nu al 3 in totaal. En dit dingetje natuurlijk. Dan hebben we hier een puzzel. De tas. De tas. Dan hebben we hier een tas. Als je hem open doet, kan je hier je naam schrijven. En dan hebben we hier zo een vakje. Ja. We hebben een prullenbak. Dan hebben we hier een huisje. Kan je hem zo open doen en zo ook. Zit hier een potlood. En een dingetje kan je schrijven. Van Mr. Ed en Spiegelberg mogen we 2 setjes weggeven. Een schoolsetje. En hier een broodblik. We hebben hier 2 vakjes. Dit ding kan je eruit halen. Dan hebben we nog een waterfles. En dan hebben we deze keer een ander soort knuffeltje. En dan hebben we nog dit setje. We hebben hier een notitieboekje. We hebben hier het dagboek met een leuk dingetje. En weer een knuffeltje. Dit setje mag ik ook weggeven. En dit setje. Wat moet je ervoor doen? Je moet Mr. Ed en Hart voor Paarden volgen op Instagram. Moet je in de comments schrijven waarom jij het graag wilt hebben. Dan loten wij een 2 mensen voor thuis om iets leuks op te schrijven of voor school. En dan het schoolsetje. Je hebt de tijd tot 27 november. Dan kies ik 2 winnaars. Bedankt Spiegelberg en Mr. Ed dat we dit mochten weggeven. Niet allemaal natuurlijk, alleen de 2 setjes. Nou, geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Doei doei!